hun leefgebieden. Miljoenen soorten planten en dieren en ook mensen leven hun eigen leven, maar staan ook in verbinding met elkaar. Die variatie aan soorten is van groot belang voor het evenwicht in de natuur. Het creëert balans. Als er iets verdwijnt, raakt de boel uit balans. Dat merk je niet meteen, maar stukje bij beetje raken we steeds meer kwijt tot er op een gegeven moment helemaal niets meer over is. En dat is helaas geen geintje, want het gaat niet zo goed met de biodiversiteit in Nederland. In ons kleine, volle land, dat in de Europese Unie samen met Malta onderaan de biodiversiteitsladder staat, is de druk op het grondgebruik groot. Er is maar één oplossing mogelijk. Gezamenlijk werken aan een Nederland waar biodiversiteit weer floreert. Biodiversiteit betekent voor de mens essentiële zaken zoals voedsel, bouwmateriaal, grondstoffen voor kleding en medicijnen. Maar ook plezier, inspiratie, gezondheid, geluk en leuke dingen doen. Want laten we eerlijk zijn, zonder biodiversiteit valt er niks te beleven. Goedemiddag, welkom bij deze speciale GroenLunch over biodiversiteit. Nou, u heeft in de aankondiging al kunnen zien, wij gaan vandaag over biodiversiteit hebben en het belang daarvan. Afgelopen maanden, jaren, zie je dat er volop discussie is over het belang van biodiversiteit. En dan proberen we dat in het filmpje wat u dus net heeft gezien duidelijk te maken. Afgelopen tijden zijn er ook rapporten naar buiten gekomen waaruit blijkt dat het slecht gesteld is met de biodiversiteit. Vorige week kwam het Milieuagentschap van Europa naar buiten dat in Europa voor de helft van alle natuurgebieden de doelen niet gehaald worden. De natuur staat zwaar onder druk, vooral als het gaat om de weidegebieden, de moerasnatuur. En er was ook een oproep om daar stevig mee aan de slag te gaan. Dat zien we ook in Nederland en in Friesland terug. We zien een teruglopen van de weidevogels in de landbouwgebieden. We zien dat de insectenstand zwaar onder druk staat. En dat baart zorgen. Maar er is ook hoop. Op de politieke agenda staat het onderwerp biodiversiteit heel erg hoog. In Europa, waar men bezig is met een Green Deal, maar ook in Nederland. Carola Schouten wil zich daarvoor inzetten. En er is een deltaplan biodiversiteit ontwikkeld. Maar goed, vandaag hebben we het vooral over Friesland. En in Friesland zijn we druk bezig met een zogenaamd biodiversiteitsherstelprogramma. En vandaag gaan we vooral stilstaan bij de resultaten die er nog toe van het project van een inventarisatie die uitgevoerd is. En mogelijk heeft u daar de krant van de Leeuwarden krant kunnen lezen wat er allemaal in Friesland wel niet gebeurt. Want ondanks dat de politiek zich heel druk bezighoudt met het onderwerp, zien we dat het ook in de samenleving heel erg speelt. De Friese Milieufederatie, samen met provincie en samen met Kening van der Ruiden, hebben afgelopen maanden een inventarisatie uitgevoerd. En uit de inventarisatie blijkt dat het in Friesland tilt van lokale initiatieven, van burgers die zich bezighouden met natuur, met operatie steenbreek, met weidevogelbeheer, met het ophangen van vogelkastjes. En daar zijn we blij verrast over. In dit webinar gaan we vooral stilstaan bij wat er uit die analyse en dat onderzoek gekomen is. Maar we roepen u ook op om met suggesties te komen. Ik weet niet hoe u deze uitzending volgt. Via Facebook, via Twitter, via YouTube. Maar u kunt gedurende de uitzending opmerkingen en reacties geven. En we zullen ongetwijfeld niet bij alle reacties stilstaan, maar we proberen ook ruimte te geven voor onze sprekers om stil te staan bij uw vragen. De livestream blijft ook een tijd openstaan. U kunt eventuele reacties ook na afloop stellen. En dan komen we dan persoonlijk bij u op terug. Goed. Het programma voor vandaag. We hebben een aantal sprekers. We hebben het onderzoeksbureau die stilstaat bij het onderzoek wat uitgevoerd is. We hebben Vrouwke Hernand van de Friese Milieufederatie die iets gaat vertellen over de aanleiding en de context. Maar ik zou graag willen beginnen met de gedeputeerde van de provincie Friesland die zich bezighoudt met het onderwerp biodiversiteit, Douwe Hoogland. En die zou ik graag willen vragen om erbij te komen. Douwe. Goed,
Het is vooral ook even, wij zouden graag ook van u willen horen wat de context is van het biodiversiteitsherstelprogramma en hoe u daar persoonlijk in staat. Want dat is op zich ook wel bijzonder dat er een gedeputeerde, en dat zien we in andere provincies nog niet zo terug, zich echt bezighoudt met het onderwerp biodiversiteit. Want dat is natuurlijk wel een heel breed onderwerp en wat ik al zei, ook maatschappelijk leeft volop. Wat is de insteek van de provincie Friesland als het gaat om het biodiversiteitsherstelprogramma? Nou, je begint natuurlijk om het op te nemen in het bestuursakkoord. Daar hebben we niet lang over onderhandelen dat het een belangrijk onderwerp is en dat het ook apart genoemd staat en dat er ook een apart budget aan toegevoegd is. Wij zien natuurlijk ook in Friesland de biodiversiteit achteruit gaan. En wij willen met partners, en daar is dit vanmiddag ook een onderdeel van, om te kijken van wat er allemaal al leeft, willen we proberen in de context van het biodiversiteitsherstelplan om te kijken van en hoe kunnen we dat nu samenbrengen, hoe kunnen we dat nu ontwikkelen en hoe kunnen we uiteindelijk ook biodiversiteit bestendigen naar de toekomst toe. Dat zijn de elementaire vragen die daarin zitten en waar we aan moeten werken. En dat doen we liefst natuurlijk. En nou, mooi dat het ook al, daar gaan we komen straks, laten jullie dat zien. Maar dat er al zoveel belangstelling is in de provincie, dat die connecties die we daarin kunnen maken misschien wel heel gemakkelijk is. Dus het gaat misschien niet zozeer om het geld, maar wel om de connecties te maken om Friesland breed biodiversiteit een goede plek te geven. U krijgt zo meteen nog even op het einde ook ruimte om even te reflecteren op de resultaten van het onderzoek. Maar ik ken u ook als een heel betrokken en bevlogen gedeputeerde die heel veel affiniteit heeft met het onderwerp. Wat doet dat met u? Als u ook leest in de krant en hoort van dat het bijvoorbeeld met de weidevogels heel slecht gesteld is. Nou ja, kijk, het komt vanuit verschillende terreinen komt het ook in mijn portefeuille terecht. Ik heb natuur, ik heb water, biodiversiteit. Veenweide, dat zijn allemaal beleidslijnen, zeg maar, waar ook biodiversiteit een belangrijk element in zal moeten zijn. Nou, die beleidslijnen die moeten dat ook ondersteunen. Wat mijn persoonlijke ambitie daarbij is dat wij erop moeten letten dat wanneer we biodiversiteit kwijt zijn, eigenlijk ook een soortement handelsmerken kwijt zijn. En ik denk, als er één van onze handelsmerken is, en ik doe niks tekort aan al die andere onderwerpen, maar als er één van onze handelsmerken is toch wel de grutto. Nou, daar hebben we ook heel veel ambitie hebben we daarin om dat juist ook goed te doen. En dat heeft allemaal met geld te maken, maar in principe gaat het om de intrinsieke mentaliteit die je moet hebben om juist ook biodiversiteit een goede plek te geven. En dat zien we vandaag. Maar dat zie ik ook bij boeren, dat het aanwezig is. En laten we daar nu eerst eens een keer over hebben om dat met elkaar op te krikken. En ik zou een gelukkig mens zijn als wij dat ook na deze periode van dit college, dat we kunnen zien, er zijn echt stappen ingezet. En we zijn er nooit, 2025 is al na deze periode, maar dat we in ieder geval de goede contouren en de goede fundamenten kunnen leggen om dat ook te ontwikkelen. Ja, en die neerwaartse lijn die er nu nog steeds gaande is, dat we die stabiliseren omhoog. Ja. Ja. En ziet u daar ook voor uzelf ook kansen voor de korte termijn? U noemde al veeweiden en de programma's die er nu lopen. Ja, nou ja, als je kijkt dus naar de kaderrichtlijn water, waar we nu, die hebben we ook net weer goedgekeurd binnen het college. Daar zit ook een hele grote ambitie in als het gaat om kwaliteit van het water, maar ook in het kader van randenbeheer, waar we heel veel mee kunnen doen. Nou, je ziet het ook links en rechts al in de provincie, zie je die al ontstaan. Nou, daar moeten we nou goed naar kijken, hoe kunnen we dat verbinden? Nou, volgens mij de ambities zijn hoog. En vandaag gaan we het vooral ook hebben over wat er in Friesland allemaal leeft, lokaal, en hoe dat kan bijdragen aan de biodiversiteit. En ik zou graag Vrouwtje Hernand, de projectleider, die zich bezig heeft gehouden met de inventarisatie van de biodiversiteitsinitiatieven, willen vragen om even naar voren te komen en haar verhaal te vertellen over wat is nou de context en de aanleiding om dit onderzoek uit te voeren. Vrouwtje. Mensen bezig met het herstelprogramma biodiversiteit. Hans noemde dat al even. Het is met gemeenten, wetenschap, het is met burgerinitiatieven. Maar als we beginnen met een herstelprogramma, dan moeten we ook weten van waar beginnen we aan, wat is er eigenlijk al. En wie je ook vraagt in deze provincie, niemand kon mij echt vertellen wat gebeurt er allemaal al en wat moeten we nu nog gaan doen. Natuurlijk weten we dat bij de gebieden van de TBO's, bij gebiedscollectieven, bij wetenschap en provincie, dat er eigen projecten zijn. Maar in de provincie zelf gebeurt heel veel en wij willen heel graag een overzicht zien om zo de kleine initiatieven te kunnen combineren met grote initiatieven,
En zelf nog de link te maken met het insectennetwerk van Arjen Strijkstra, wat ook, wat nou ook klaar ligt, zodat we verbindingen kunnen maken. Daarvoor zijn we met Kening, FMF en Kening hebben een enquête uitgeschreven vlak voor de zomer. Die hebben we uitgezet en in korte tijd was er een hele hoop animo en meer dan 200 mensen hebben de enquête ingevuld. En daarbij wil ik ook een opmerking maken naar de gemeenten. Die hebben de enquête heel wijd verspreid, want in alle dorpen, alle wijken is die enquête terechtgekomen. En ik dacht, gaan ze dat allemaal doen? Hoe organiseren ze dat? Ik zit zelf in een dorpsbelang van een heel klein dorp en ik had in no time vanuit Zuidwest-Friesland de enquête in mijn mailbox. Dus die is echt wijd verspreid voor ook de kleinere initiatieven. De inventarisatie die we gemaakt hebben, die leverde meer dan 200 ingevulde enquêtes op. Maar niet alle enquêtes waren volledig ingevuld. Dus er zijn een dikke 150 die we verwerkt hebben in analyse. En daar gaat Marion zo meteen wat over vertellen. Het is ook zo dat wij op een bepaald moment die enquête stop moesten zetten. Dus tot 17 augustus zijn alle ingevulde enquêtes verwerkt. Maar het is wel zo dat er nog steeds materiaal binnenkomt, dat gaan wij later verder verwerken, want de uitkomst mag nooit een statisch document zijn. Het wordt een dynamisch document. En we praten nu over initiatieven en kleine initiatieven, grote initiatieven. Wat zijn dat dan? En ik wil toch Cor de Boer en Anne Roel van der Meer bedanken, want die hebben gisteren een heel mooi overzicht van 6 heel verschillende initiatieven in de krant gezet. En daar laat ik even een paar plaatjes van zien. Het eerste plaatje, dat is van Omrin. Dit is Renate van op Zeeland, die op Ecopark De Wierde heel veel ruimte heeft vrijgemaakt en daar ook een biodiversum heeft aan laten leggen. Ik ben er geweest, het is overweldigend wat daar allemaal gebeurt. Ik had nog een plaatje hiervoor. Dat is in de Vrijheidswijk in Leeuwarden, waar Samata Abdillahi een tuin aanlegt. En vreemd genoeg, het ziet er best wat apart uit, want hij heeft grond gegooid in autobanden, maar er groeit heel veel. Hij heeft ook heel veel geoogst. En dit is een voorbeeld van aantrekken van biodiversiteit, maar ook is het een soort participatie. Dus mensen treffen elkaar daar, mogen ook oogsten van die tuin. Dus het is participatie en biodiversiteit en dat kan heel mooi samengaan. Een ander initiatief is van Hilly. Hilly die heeft een hele grote tuin en wil alles doen om vogels, insecten aan te trekken. En dat doet ze op een dikke halve hectare. En ze ziet ook dat in no time dat er een hele grote verandering in vegetatie ontstaat. Dit is Gert-Jan van den Burgt. Hij heeft de relatie tussen de boer, vooral de akkerbouwers, en het vastleggen van koolstof met inzet van humus. Daar is hij mee bezig. Hij noemt ook de Humusacademie. En dit komt voort uit een voorbeeld uit Oostenrijk, waar sommigen van u ook geweest zijn vorig jaar op werkbezoek. Dit is Margriet Visser. En Margriet die is bezig bij Vier Friesland, wat we vroeger Blijf van mijn lijf noemden. En in de tuin van Vier Friesland wordt ook een tuin aangelegd waar mensen kunnen recreëren. En ze ziet ook dat voor de bewoners is dat een plek van rust en recreatie en waar ook actief wat gedaan kan worden. En ook daar gaat de vegetatie verandert heel snel en komt ze aparte bijzondere vlinders tegen, waarvan ze niet eens wist dat die ook in de stad konden zijn. Dus dat valt ons ook op. Er is heel veel biodiversiteit in de stad. En dit is Anne Jansma. Sommigen kennen hem wel. Anne is van de Vogelwacht bij Boksum Deinem en er is daar heel veel aan infrastructuur gedaan en ze hebben de kans genomen om van de brug die aangelegd is om daar een zwaluwwand van te maken. En in het stukje van de krant staat ook dat dat het ene jaar een genoegen is, een ander jaar wat minder, maar hoe dat komt weet u niet. Maar dan zie je dus, het gaat om vogels, het gaat om vlinders, bijen, heel verschillend, kleine initiatieven, grote initiatieven, maar dan heb je er even een klein beetje een beeld bij. Marion Brongers gaat nu verder vertellen over de inhoud, de analyse en conclusie. Dus ik geef Marion nu graag het woord. Dankjewel, Vroukje. Ja, wat gebeurt er allemaal al aan het herstel van biodiversiteit in Friesland? In de eerste plaats, dit is het eerste overzicht van de initiatieven. Vroukje zei het net ook al. En dat is prachtig dat we dat hebben. Want het is gewoon een heel mooi begin om op verder te kunnen bouwen.
Ik ga iets vertellen over initiatieven uit de enquête, maar ook uit een aantal andere bronnen. En de bedoeling hiervan is om in beeld te brengen niet wat er precies gebeurt, maar vooral op hoofdlijnen. Van wat gebeurt er, door wie gebeurt dat, waar in Friesland, waar in het landschap en voor welke natuurdoelen gebeurt dat. En dat dient dan om vervolgens te kijken van hoe kunnen we daarmee verder, hoe kun je dat versterken. Ik ga iets vertellen over de resultaten op hoofdlijnen, maar ik wou eerst een klein zijstapje maken naar wat is dat nu biodiversiteit en waarom gaat het er eigenlijk zo slecht mee. Biodiversiteit, we hoorden het net ook al in het filmpje, dat is de variatie aan soorten. En dan gaat het om alle soorten, onder de grond, boven de grond, in het water, met hun leefomgeving en hun onderlinge relaties. En variatie in het landschap speelt daarbij een enorm belangrijke rol. Hoe meer variatie je hebt in het landschap, hoe meer soorten daar hun plek in kunnen vinden. En stel je voor, dit is de soortenrijkdom van zo'n 100 jaar geleden. In die tijd was het landschap nog enorm gevarieerd, met natte plekken, droge plekken, voedselarme stukjes, voedselrijkere delen, veel overhoekjes, landschapselementen, enorm kleinschalig gevarieerd. En daar vonden heel veel soorten een plek. Maar sindsdien is er heel veel veranderd. Er is ontwaterd, er wordt bemest, er worden bestrijdingsmiddelen gebruikt, er zijn wegen aangelegd, de bebouwing is enorm toegenomen, et cetera, et cetera. En dat betekent dat de leefgebieden van die soorten, die zijn kleiner geworden, die zijn versnipperd geraakt of ze zijn helemaal verdwenen. En dat betekent dus dat het aantal soorten enorm is afgenomen. En de soortenrijkdom nu is nog maar een klein deel van wat hij dus zo'n 100 jaar geleden was. En wat je kwijtgeraakt bent zijn vooral de soorten die wat strengere eisen stellen aan hun omgeving. Die verdwijnen en je houdt een klein aantal minder kritische soorten over die je dan ook vrijwel overal terug kunt vinden. Nou, waarom gaat het dan bij herstel van biodiversiteit? Nou, dat is eigenlijk weer een paar stapjes terug. Het vergroten van de variatie, het uitbreiden van leefgebieden van soorten, het ook onderling verbinden van die leefgebieden, dus het vormen van een netwerk, en het terugbrengen deels ook van elementen die in de loop der tijd verdwenen zijn. En dat alles passend bij de kenmerken van het landschap waar je mee te maken hebt. Nou, dan de initiatieven uit de enquête. We hoorden het net al, biodiversiteit leeft in Friesland. De respons was groot. Er zijn 152 initiatieven aangemeld. En dat is, er zijn meer. In de eerste plaats omdat niet iedereen de tijd of de gelegenheid heeft gehad om aan de enquête mee te doen. Maar soms gaat het ook om initiatieven die als één initiatief zijn aangemeld, maar waar een hele groep aan initiatieven bij hoort eigenlijk. Dus er is meer. En bij deze 152 initiatieven zijn al meer dan 2300 mensen betrokken, dus dat is, het is heel duidelijk dat het leeft. En wie zijn dat dan, die initiatiefnemers? Nou, dat zijn vooral particulieren en verenigingen en stichtingen. En daarnaast in mindere mate ook de overheid, bedrijven, noem maar op. Ongeveer een derde van die 152 initiatieven is in ontwikkeling of gepland, maar het merendeel daarvan is al in werking, soms al jaren. Dus dat is een mooie zaak. En de omvang van de initiatieven, we hoorden het net ook al, dat varieert van klein tot heel groot. En klein, dan kun je denken aan een biodiverse tuin of het inzaaien van een bloemenweidje. Of, nou, zoals we net zagen, het aanleggen van een oeverzwaluwwand. En bij grote initiatieven kun je denken aan het realiseren van een bijenlint of het biodiverse bermbeheer in een gemeente of een bewustwordingscampagne provinciebreed. Nou, de insteek van al die initiatieven is toch het merendeel praktisch. Het gaat om het inrichten van terreinen, om het beheren, om het zaaien, om het aanplanten. Maar daarnaast ook vaak om communicatie, kennisdeling en educatie. En dat doorgaans in combinatie. En de initiatieven die hebben een betrekking op allerlei soorten terreintypen. Maar voor het grootste deel toch wel allerlei grazige vegetaties en opgaande begroeiingen. Ongeveer een derde heeft betrekking op grazige vegetaties. En dan kun je denken aan graslanden of perceelsranden, weiden, bermen, dijken, vlinderidilles. En ook een derde dus op opgaande begroeiingen, zoals parken of bomenrijen, houtwallen, singels, bossen. En de rest wordt ingenomen door initiatieven die betrekking hebben op diverse terreinen, gevarieerde terreinen, als bijvoorbeeld begraafplaatsen of bedrijventerreinen. Of op natte elementen, zoals sloten, oevers, of op akkers.
Het overgrote merendeel van de initiatieven is gericht op planten en op vegetaties. En wat dan vooral genoemd wordt, zijn allerlei vormen van kruidenrijke, grazige vegetaties. Maar ook vruchtdragende bomen en struiken. En wat ook vaak genoemd wordt, is het toepassen van inheemse of gebiedseigen soorten. Nou, daarnaast is het merendeel van die initiatieven naast planten ook gericht op dieren. En wat dan vooral genoemd wordt zijn insecten en dan met name wilde bijen, hommels en vlinders en vogels. En dan gaat het vooral om zangvogels en om weidevogels. Maar opvallend is dat ook verbetering van bodemleven en bodemkwaliteit geregeld genoemd wordt. En dat is een goede zaak, want bodemleven speelt een enorme belangrijke rol in het voedselweb. Hier, dit is een plaatje van van grasland in een melkveebedrijf en dan is dat verschil onmiddellijk duidelijk. Links een gangbaar melkveebedrijf en rechts een meer natuurvriendelijk melkveebedrijf, om het maar zo te noemen. En aan de rechterkant zie je dus een veel diversere bodemleven, maar ook een veel diversere diversiteit boven de grond. Het merendeel van de initiatieven die speelt op specifieke locaties, één of meerdere specifieke locaties. En een kleiner deel heeft betrekking op de hele provincie of op hele gemeenten. En ze vinden plaats verspreid over de provincie, maar wel met een duidelijke concentratie in en rond dorpen en steden. Nou, zoals ik zei, we hebben ook gekeken naar andere initiatieven. Zo heeft de Landschapsbeheer Friesland meer dan 200 initiatieven aangeleverd. En dat varieert van heel lokaal tot provinciebreed en onder andere een heel aantal dorpenprojecten. Wetenschap Friesland heeft van 800 locaties initiatieven aangeleverd. En dan gaat het vooral om natuurvriendelijke oevers, om zuiveringsmoerassen, maar ook om een heel aantal vispassages verspreid over de provincie. Nou, hier zien we de initiatieven vanuit de enquête van Landschapsbeheer en van het Wetenschap gezamenlijk op een kaart. En dan wordt wel duidelijk dat Friesland toch behoorlijk begint te dekken. Nou, verder hebben we ook gekeken naar het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dus dat is het beheer door boeren die aangesloten zijn bij agrarische collectieven. En die kun je ook zien als initiatieven voor herstel van biodiversiteit. En dan praat je over ruim 25.000 hectare. En dat betreft hoofdzakelijk grasland. Het zijn allerlei initiatieven die op een of andere manier met grasland te maken hebben. Dat kan van de ontwikkeling van kruidenrijk grasland te maken, te gaan tot legselbeheer of toepassing van ruige stalmest. En het overgrote deel van die initiatieven is gericht op weidevogels. En dit is een plaatje van dat agrarisch natuurbeheer. Dat lichtgroene is graslandvegetatie, is wel duidelijk dat dat een belangrijke rol speelt. En in het oosten van de provincie gaat het ook vaak om opgaande begroeiingen, zoals singels en houtwallen. Vervolgens hebben we gekeken naar de initiatieven in samenhang, want je wil weten van hoe is die ruimtelijke verdeling en sluiten die initiatieven op elkaar aan en sluiten ze ook aan op het natuurbeheer. Want de natuurgebieden, dat is natuurlijk de basis van het netwerk wat je aan het bouwen bent met elkaar en waar je graag wil dat die initiatief op aansluiten. En ook belangrijk is om te kijken van hoe is de relatie met het bodemtype en hoe is de verdeling over de terreintype. Want bodem en terreintype die zijn heel bepalend voor welke soorten waarvoor kunnen komen. Een kruidrijk grasland op de zandgronden heeft andere soorten dan een grasland in de klei en een bos. In een bos komen andere soorten voor dan bijvoorbeeld in een moeras, dus dat is wel duidelijk. En je wilt ook graag weten, zijn er nou witte vlekken? Zijn er gebieden waar weinig gebeurt aan het herstel van biodiversiteit? Dus daar hebben we naar gekeken. Die verschillende kaarten die hebben we met elkaar vergeleken. En dit is een kaart van de initiatieven van de enquête, van Landschapsbeheer en van het Wetenschap over de bodemkaart. En het gele deel, dat zijn de zandgronden, vooral in het oosten van de provincie en op de eilanden. Het roze-paarse gedeelte, dat zijn de veengronden, de laaggelegen veengronden in het midden van de provincie. En het groene, dat zijn de klei, is het kleigebied aan de west- en de noordkant. En dan zie je dat die initiatieven ook behoorlijk goed verdeeld zijn over die verschillende bodemtypen. Maar er lijken toch ook wel delen te zijn waar wat minder gebeurt. En dan is het goed om te kijken van, hoe zit dat daar dan met natuurbeheer en met het agrarisch natuurbeheer. Nou, daarvoor hebben we een aantal themakaarten gemaakt en hier is een voorbeeld. Dit zijn alle initiatieven uit de verschillende bronnen, zeg maar, die op een of andere manier te maken hebben met grasland. Die zijn allemaal groen.
En lichtgroen is dan het natuurbeheer en alles wat donkergroen is, dat zijn de overige initiatieven. En alles wat grijs is, dat zijn andere initiatieven die te maken hebben met andere terreintypen. En dan zie je dat het deels behoorlijk geclusterd voorkomt. Dus dat biedt perspectief om bij elkaar aan te haken. Maar er zijn ook delen, er zijn ook initiatieven te zien die wat meer geïsoleerd liggen, zoals bijvoorbeeld in het kleigebied aan de noordkant. En wat ook opvalt hier is dat aan de oostkant van de provincie in de zandgronden er eigenlijk weinig gebeurt aan grasland. Vooral in de lagere delen wel, in de beekdalen en rond de meren, maar in de hogere delen lijken weinig initiatieven zich te richten op grasland. En er zijn dus ook hier een aantal delen van de provincie waarvan je denkt van, gebeurt daar wel wat? Daar zou je eens nader naar kunnen kijken. Dus er gebeurt veel op heel veel plaatsen en verspreid over Friesland en ook verspreid over de bodemtypen. Maar een deel van de initiatieven lijkt toch vrij geïsoleerd te liggen. En er lijken ook een aantal witte vlekken te zijn. Vooral in het kleigebied, maar deels ook op het veen en in het zand. Nou, dit is natuurlijk een fantastisch begin, dit brede spectrum aan initiatieven. Maar hoe kun je daar nou op voortbouwen? Nou, een van de dingen is dat je zou kunnen kijken hoe je initiatieven ter plekke verder kunt brengen. Initiatieven beginnen vaak heel lokaal, bijvoorbeeld het inzaaien van een bloemrijk veldje. Dat biedt voedsel aan allerlei insecten. Maar je zou kijken van, kun je ook in het voor- en het najaar misschien voedsel bieden? Of kun je ook zorgen dat er nestelgelegenheid komt? Of kun je iets doen aan de overwintering van soorten die zich onderin de vegetatie bevinden als eitje of als pop? Of een initiatief begint heel enthousiast en er komen soorten, maar daarna verdwijnen die weer. Wat is er dan aan de hand? Daar is gewoon kennis voor nodig, er is veel kennis voor nodig. Van hoe werkt dat precies voor soorten, wat kun je nu het beste doen? En die kennis die zou je dus beschikbaar moeten stellen en je kunt ook hulp bieden. Een volgende punt is dat het heel belangrijk is dat alle initiatieven op elk niveau bijdragen aan het grotere geheel. Dus aan het bouwen van een biodivers netwerk. Dat kan heel klein al door bijvoorbeeld aan te haken bij wat er al gebeurt of een initiatief juist daar neer te leggen waar gaten zijn in dat netwerk. En lijnvormige elementen die spelen een enorm belangrijke rol in dat biodiverse netwerk. En dan moet je denken aan bermen, aan dijken, aan kades, aan sloten, aan slootranden. Als die allemaal biodivers beheerd zouden worden, dan zou dat een enorme boost geven aan dat netwerk, een enorme verbinding teweeg brengen. Maar bovendien is dat als geheel een enorm oppervlakte wat je dan toevoegt aan je natuurgebieden, zeg maar. Nou, en er zou dus aandacht moeten zijn voor die witte vlekken. Kijken van wat is daar aan de hand, kunnen we daar wat aan doen? En ook dit vraagt om kennis en bovendien om samenwerking. Ook heel belangrijk, we moeten leren van wat er al gedaan wordt. Dat is een kwestie van ervaring en kennis delen. En ook teleurstellingen. Van je begint ergens aan, maar dat lukt niet. Soorten komen niet of soorten verdwijnen. Wat is er aan de hand? En het is ook belangrijk om de effectiviteit te monitoren. Van levert het inderdaad op waarvoor het bedoeld is? Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een website waar dit soort ervaringen en kennis gedeeld wordt. En vervolgens is het belangrijk dat er een visie komt op landschapsniveau van hoe kijken we nu met z'n allen aan tegen biodiversiteit, tegen biodiversiteitsherstel in Friesland. En hoe organiseren we dat ook? Wie gaat wat doen? Wie stelt de prioriteiten? Daar wou ik het even laten. Dan geef ik het woord weer aan Vrouwtje. Dank je, Marion. Ik kan me voorstellen dat er al vragen zijn naar jou, maar dat doen we straks achter elkaar aan. Marion heeft deze presentatie gegeven en wij hebben samen, Marion en ik, met de begeleidingsgroep van het herstelprogramma gekeken wat zijn nou belangrijke punten die uit deze enquête en analyse komen. En daar komen een aantal naar voren waar we zien dat die echt prioriteit hebben. En de eerste is dus kennisdeling en afstemming. We zien dus bij vooral die lokale initiatieven, wat Marion net ook al zei, heel veel inzet, maar soms mislukt het ook. En waar komt dat nou door? Dus het is heel belangrijk om al die energie die er is, om die vast te houden en aan te bieden dat we kunnen begeleiden met inhoud en met kennis.
Het tweede wat we zien is dat de initiatieven die binnen zijn gekomen via de enquête misschien niet alleen de allergrootste initiatieven zijn, maar het zijn wel heel veel mensen die betrokken zijn verspreid over de hele provincie. En daardoor ontstaat er wel draagvlak voor het thema biodiversiteit en dat vinden we heel erg belangrijk. En draagvlak en verbinding noemen we beide. Want verbinding, daar bedoelden we mee de fysieke verbinding van het ene gebied naar het andere gebied. Dat kunnen twee particuliere initiatieven zijn, maar ook van een natuurgebied naar een dorp, naar een wijk. Daardoor krijg je een soort olievlek in de zones die er zijn. Maar de verbinding is niet alleen fysiek, maar ook sociale verbindingen en verbindingen in kennisdeling. Dat vinden we heel belangrijk dus bij die lokale initiatieven. Dus het zijn misschien niet de vierkante meters, maar het draagvlak en de verbinding heel belangrijk. Wat we ook willen adviseren, ook aan de provincie, is die good practices. Er zijn heel veel goede voorbeelden waar we van kunnen leren. Maar provincie neemt daar de regierol in. Want om deze goede voorbeelden te stimuleren en die weer te verbinden aan mensen die nog zoekende zijn, dan moet ergens een soort kennisloket zijn, een biodiversiteitsloket, om deze goede voorbeelden met elkaar te verbinden, zodat andere mensen weer geïnspireerd raken. Dus dat is het derde punt, wat we heel erg belangrijk vinden. En wat ook steeds naar voren kwam, en dat kon je ook zien aan de inzendingen van de enquête, was kijk breder naar soorten. Je ziet dat het in Friesland heel gauw gaat over weidevogels. En een weidevogel staat natuurlijk wel voor een hele grote biotoop. Maar kijk breder en kijk ook goed naar wat voor landschappen en landschapselementen hebben we het over en waar willen we de komende 10 jaar op inzetten. Deze vier punten komen specifiek uit de enquête en uit de analyse. En ik heb nog een vijfde punt. Dat is meer een mening vanuit FMF en Kening die de inventarisatie gedaan hebben. En daar komt dit plaatje bij en dan denk je misschien niet direct aan biodiversiteit. Maar we weten, of sommige mensen weten, dat als er grote infrastructurele projecten zijn, dat er altijd afgesproken wordt dat 10% gecompenseerd moet worden voor waterberging. Dat is zo bij nieuwbouw, dat is bij infrastructuur, bij bedrijventerreinen. En als wij echt zeggen, de doelstelling van het herstelprogramma is een neerwaartse lijn om te zetten naar een opwaartse. Misschien moeten we dan afgaan van de vrijblijvendheid. Want we lezen toch erg veel van een boer moet willen, het moet vrijblijvend zijn. Nou, wij vinden het toch wel niet meer 5 voor 12, maar 12 uur geweest wat biodiversiteit betreft. Dus hoe lang gaan wij om met die vrijblijvendheid? Dit is een vraag, dit is een mening van een aantal mensen. Maar misschien zo ook wel leuk voor de discussie of de vragen. Dit zou ten eerste even, Hans. Dankjewel, vrouwtje. Marion, kom je er ook even bij? Want we zien inmiddels dat er allerlei vragen binnenkomen. Heel goed, ga ze door, zou ik zeggen. We kunnen misschien niet op alle vragen antwoord geven op dit moment. Maar dan zullen we ook na afloop van deze uitzending daarna kijken. Dus ga ook door. En we krijgen ook een opmerking van, ik heb ook nog een initiatief. Waar kan ik me melden? Ook daar kun je dus via de chatfunctie kun je aangeven dat je een initiatief hebt en dat je graag mee wil doen. Want de oproep was ook wel, hoe kunnen we de neerwaartse trend, wat in het begin de gedeputeerde ook al zei, dat moeten we met z'n allen moeten we dat proberen te doorbreken. Dus het is niet alleen een overheidsrol, maar juist ook zijn ook initiatieven die zeggen, ja, we willen aan de gang gaan. Nou, dat doet ons goed. Maar er komen ook een aantal inhoudelijke vragen. En een aantal vragen voor de gedeputeerde, maar die spaar ik zo meteen even op voor de gedeputeerde als hij reflecteert op de resultaten. Ja, wat mensen interessant vinden is hartstikke mooi dat er veel lokale initiatieven zijn. Maar in hoeverre draagt het echt bij aan de doorbreken aan die neerwaartse trend? En heel concreet wordt ook gevraagd van, zit er ook onderscheid als je kijkt naar het type gebied, de omvang. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar het tijdsbestek. Hè? Heb je meteen al impact of hoeveel tijd heeft dat nodig om tot wasdom te komen? Marion. Nou, dat is heel erg afhankelijk van de soort natuurlijk, maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat elk initiatief, hoe klein of hoe groot ook, vergroot de variatie en daarmee draagt bij aan
meer leefgebied voor meer soorten. En als dat alleen op één plek is, dan zullen dat waarschijnlijk vooral soorten zijn die wat minder eisen stellen, die daarvan profiteren. Maar is het wat meer in verbinding met andere gebieden, dan kunnen dat ook soorten zijn die wat meer eisen stellen. Maar in principe begint het gewoon direct. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die aan de gang gaan, die zeggen van ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk effect sorteren. En wat raad je hun aan? Hebben ze kunnen aan de gang gaan met vogelhokjes op te hangen? Hartstikke goed. Mm-hmm. Maar dan, hè? Wat zouden ze nog meer kunnen doen? Nou, je moet eigenlijk denken vanuit de eisen van zo'n soort. Wat heeft zo'n soort nodig? Ik bedoel, een nestkastje, daar kan niet in broeden, zo'n vogel. Maar hij heeft ook eten nodig en hij heeft ook een plek nodig om te schuilen of in te vluchten als er een kat langskomt of op die manier. Zo op zo'n manier kun je denken van als je bloemen zaait, dan is dat voedsel zomers. Maar die insecten die daar gebruik van maken, hebben meer eisen. Ik denk dat het heel belangrijk is om aan te sluiten bij dat wat er hoort in het landschap op die plek. Wat past bij die bodem en wat daar van nature groeit. Want daar zijn die soorten die hier horen gewoon het beste op afgestemd. Qua bloeitijd, qua bloemvorm, ik noem maar op. Ik interpreteer het ook zo van het is ook wel maatwerk en je moet van geval tot geval goed bekijken. Maar goed, even vanuit het perspectief van die burger, dat initiatief geredeneerd, zei ja, waar moet ik dan terechtkomen? En vrouwtje, jij gaf op het einde ook daar wel een oproep bij. Van ja, eigenlijk zouden we wat meer aan kennisdeling moeten doen. Maar waar zit je dan zelf aan te denken? Nou, wat ik net ook al even noemde, als we zeggen provincie neemt de regierol. We zijn in de begeleidingsgroep van het herstelprogramma met een heel divers gezelschap. En vanuit dat gezelschap komt heel gevarieerde kennis. Stel dat wij een platform kunnen ontwikkelen en deels bestaat dat al, voor bijvoorbeeld een platform van Friesland Zoomt. Mensen moeten weten als ze vragen hebben waar ze terecht kunnen. En dat zou via een website kunnen, maar ook mensen moeten gewoon ons kunnen bereiken. Er is genoeg kennis, maar mensen moeten wel weten waar kunnen ze het vandaan halen. Dus ik zou het heel fijn vinden, voor deze enquête hebben wij een domeinnaam geregistreerd voor het invullen van enquête, biodiversiteitsherstel.nl. Maar de websitenaam daarvan is ook nog vrij. En denk ik, als we dat nou biodiversiteitsherstel.frl gaan noemen, waar alles rond dit thema terecht kan, groot en klein, dan is er in ieder geval een platform waar mensen vragen kunnen stellen. Maar ook hun, wat ook hieruit naar voren kwam, ook hun good practices op kunnen zetten. Ja. Ingrid Bauma, die om daar nog even op voort te borduren, die stelt de vraag van, maar gemeenten en provincies zijn ook al bezig. En sowieso is wel een algemene tenue van willen gewoon aan de slag, hè, actie. Maar stel dat de gemeente nou aan de slag gaat bijvoorbeeld met een berm, hè, waar de gemeente vooral verantwoordelijk is en een provincie. Wat raad je hen aan? Als ze daar, ik weet bij jou in de buurt, ik ben de laatste tijd door corona veel aan het hardlopen en dan zie ik daar bordjes in de berm. En ze zeggen, dit is ingezaaid door lokaal initiatief, hè, de mensen daar in de buurt. Wat raad je hen nou aan? Nou, ik vond het leuk dat er vanuit de gemeente Leeuwarden kwam een idee. Zij zijn bezig om alle ecologische bermen, om die digitaal in kaart te brengen. En ook geven ze aan bij wat voor grondsoort ze wat voor beheer toepassen. En we hebben natuurlijk gemeentebreed hebben we een VFG-overleg. En denk ik, gooi dat in het VFG. Want de ene gemeente is nog aan het zoeken. De andere is al een beetje begonnen. Een ander is gewoon een beleidsplan aan het schrijven. Maar dan denk ik, kunnen wij met elkaar in kaart brengen hoe welke gemeente werkt. Dan weten we precies, kunnen we in één oogopslag zien wat gebeurt er allemaal. Maar ook, hoe pak je het aan? Ga niet opnieuw het wiel uitvinden en leer het van je buren. Ja. Is daar nou in de inventarisatie, Marion, misschien ook jouw vrouwtje, komen dit soort voorbeelden ook naar voren? Waar mensen zelf met overheden, met gemeenten aan de slag gaan en dat tezamen doen? Noem eens wat voorbeelden? Een heel mooi is natuurlijk mijn stokpaardje, de 10 dorpen van Littenserediel die naar Leeuwarden zijn gegaan, die zijn aan de slag gegaan met een bijenlint.
Mensen die in de omgeving wonen, die kunnen allemaal voor 3,5 euro een meter bijenlint kopen. En dat wordt dan ingezaaid. Het is inmiddels met meer dan 500 kinderen van basisscholen. En bij de overdracht van dat deel van Litteserdeel naar Leeuwarden is gewoon gezegd, wij leveren een bloeiend stukje Litteserdeel over aan Leeuwarden. Nou, dat is ook heel beeldend. Maar het is ook echt, als je er doorheen fietst of rijdt, het is ook heel beeldend. Ja. En nu is wat zij doen ook geborgd in gemeentelijk beleid. Ook maaibeleid. Dat zien wij ook nog vaak, hoor. Dat het beleid op papier en het beleid bij de Groendienst in de uitvoering, daar schort het nog wel eens aan. Maar goed, het is ook zoeken. Ja. Maar daar hebben zij al een hele grote stap in dus gemaakt. Dus eigenlijk zeg je van, het is ook vooral laten zien. Wat ik al zei, bij het hardlopen zie ik dan een bordje aan de kant van, dit is ingezaaid. Dat helpt ook al. Ja. Jan Boele die vroeg zich nog af van, hij miste de rol van de gemeente in deze discussie. Zijn er bij de inventarisatie ook gemeenten die zich hebben aangemeld? Voelden ze zich aangesproken bij deze oproep? Er zijn heel veel gemeenten die zich hebben aangemeld. Okay. Er zijn ook gemeenten die zeiden, wij kunnen nu niet iets op een bepaalde plek laten zien, zodat Marion dat makkelijk op één plek in een kaartje kan verwerken. Maar gemeenten hebben ook beleidsplannen gestuurd. En er zijn ook gemeenten die met hele concrete initiatieven zijn gekomen. En vanuit die begeleidingsgroep van het herstelprogramma, daar zitten gemeenten ook in. Ik vind dat gemeenten heel constructief hebben meegewerkt. En dus ook wat ik in het begin al zei, met het verspreiden van de enquêtes zijn ze ook allemaal heel actief geweest. En dat heeft ons natuurlijk geholpen om al die kleine initiatieven uit al die dorpen en wijken van de provincie, om die naar boven te krijgen. Ja. Ik krijg overigens ook een aantal opmerkingen van onder andere Doeke de Jong. Die zei van de presentatie van Marion die is sowieso verplichte kost voor gemeenten. Dus stel deze ook beschikbaar. En die presentatie is ook, die blijft ook op de website en deze uitzending ook. Vanuit de sportvisserij Friesland kwam de vraag van, het gaat heel erg over insecten en over weidevogels, vogels in algemene zin. Maar hoe komen er ook initiatieven over, bijvoorbeeld op het gebied van onderwaterleven? We hebben natuurlijk zijn 30.000 sportvissers in Friesland die lid zijn. Als ik bij mij in de buurt zit, zijn ze allemaal aan het vissen. Het zijn allemaal natuurliefhebbers. Ja. Hebben die zich ook gemeld bij... Dat kun jij misschien... Ja, zeker. Ja, er zat ook een onderdeel natte elementen in waar dat ook onder valt. Er wordt volop gewerkt aan sloten, aan het verbeteren van slootkwaliteit, aan de visstand, aan het passeerbaar maken van watersystemen voor vissen. Dus dat gebeurt zeker, ja. Maar dit is nog, zo interpreteer ik het, heel erg vanuit het wetenschap en vanuit de overheid. Wat kunnen nou die vissers doen die daar allemaal staan te vissen en graag actief bezig willen zijn? Wat zou je suggestie zijn? Misschien moet ik het aan jou stellen, vrouwtje. Nou, niet meer vissen zou ik zeggen. Dat mag je niet noemen, maar wat vooral belangrijk is bij water, zijn natuurlijk die overgangen van die oevers het water in. En ik zie dat daar, ja, dat is dan toch echt wel een pluim aan het wetterschip. Er zijn kilometers en kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd, waar je ook wat hele mooie forageergebieden zijn voor steltlopers. Ja, ja. Ja. Ik weet zelf ook, de sportvisserij houdt zich ook bezig met het opruimen van zwerfafval, het inrichten van plekken waar je kunt vissen en ook natuurlijke vriendelijke oevers. Dus daar hebben ze natuurlijk ook een rol in. En ik denk dat het ook zaak is om dat te ontsluiten en ook met elkaar te verbinden. Want die vraag krijg ik ook. Hè? Het platform waar jij met name voor pleitte. Daar wordt ook de suggestie gedaan door Bart Franke om hoe kun je die verbinding niet alleen tussen de lokale initiatieven, maar bijvoorbeeld ook de kennisinstituten, hoe kun je dus die kennis ook beschikbaar krijgen? Heb je daar ideeën bij, hoe zo'n platform eruit kunt zien? Nou, ik heb ons gedeputeerde al eens voorgesteld dat we een expertisecentrum op het gebied van biodiversiteit zouden we heel goed hier kunnen openen. En je zou het misschien zelfs nog wel kunnen verbinden aan Campus Friesland. Want dat is toch een campus die zich vooral met
allerlei duurzame studies bezighoudt. Misschien zou je het daar kunnen verbinden, dat hoeft niet. Maar ik zou het niet raar vinden om in Friesland zo'n expertisecentrum te starten. Waar heel Noord-Nederland gebruik van kan maken. Ik zou dat ook een mooie ambitie meegeven aan onze gedeputeerden. Misschien kan hij daar straks wel op reageren. Ja, nou ja, de platforms die ik zie, in ieder geval Friesland noemde je voorbij. Daar zit natuurlijk ook Van Hal en dergelijke ook al bij betrokken. Ja. Maar eigenlijk is de oproep om dat te verbreden. En ook de initiatieven die we nu zien, om ecologische bureaus input te laten geven en daarin mee te doen. Ja, heel belangrijk. En ik krijg toch heel veel vragen over landbouw. Ik krijg veel vragen over landbouw. Mm-hmm. En die vraag stel ik zo meteen ook aan de gedeputeerde. Dan kan hij zich op voorbereiden. Hoe heeft de landbouw nou een plek in de inventarisatie gekregen? Zien jullie dat terug? Allemaal boeren die zich nou melden bij jullie? Het is wat tweeledig. Hè? Want we hebben natuurlijk... alle informatie vanuit de collectieven hebben we binnengekregen. Er zijn ook agrariërs die zich hebben aangemeld. Maar ook, ik liet net een foto zien van die meneer Van den Burg, die bezig is met akkerbouwers en humus. Om daar een soort combinatie in te maken. Dus ze zijn zeker aanwezig, maar misschien kun jij daar nog iets meer over zeggen. Een beperkt deel van initiatieven die aangemeld zijn in de enquête komt inderdaad vanuit de landbouw. En dat is heel divers. Wat ik al zei van bodemleven is echt heel belangrijk. Dat speelt enorm binnen het agrarisch gebied, zeg maar. Dat belangrijk is en dat je daar wat mee moet. Maar het gaat ook om initiatieven voor vogels en voor allerlei andere natuur. Dus het zit er zeker wel in, ja. Mooi. En daar is ook heel veel winst te halen. Want als je ziet dat agrarisch natuurbeheer voor het overgrote deel over grasland en over weidevogels gaat. Nou, naast die weidevogels kan er nog heel veel meer. Ja. Nou, het is mooi om te weten dat het thema, wat ik hoor ook wel als biodiversiteit, is een beetje containerbegrip. Wat is het? En jij vertaalt het ook naar bodem. Hè? Dus dat boeren, die worden getriggerd door de bodem. Dat is ook natuurlijk de essentie van hun voorbestaan. Hè? Dat moet ook goed geproduceerd kunnen worden. Dus misschien is dat ook wel een idee om dat ook te vertalen naar bijvoorbeeld de bodem of bijen, dat je het ook concreet kunt maken. Ja, dat je die connecties duidelijker maakt. Ja. Waarom is het zo belangrijk? Maar daarbij daar heb ik ook dat punt van die wel of niet vrijblijvendheid. Er zijn natuurlijk 10 jaar geleden zijn er heel veel boerenbedrijven uitgebreid. En is die compensatie voor die waterberging geregeld. En waarom zou je niet ook dat toepassen voor biodiversiteit ook rond een boerenerf? Ik bedoel, zo lastig is dat niet. En ik zie nu ook dat gebeurt op bedrijventerreinen. We maken nou een rondje bij een bedrijventerrein bij Drachten. En iedereen is eerst wat voorzichtig. Maar uiteindelijk vindt niemand het een vreemd thema waar je mee komt. En dat vind ik wel een verandering die toch wel in 10, 15 jaar best wel snel gegaan is. Ja. Ja, je ziet dat het daar ook volop leeft, ook bij bedrijven. Ja. Want dan, ik heb nog twee vragen naar jullie en dan wil ik graag de gedeputeerde naar voren vragen. Eén is, dat ging over de bermen en het inzaaien, maar er wordt ook een opmerking gemaakt van, ook voor lange termijn, je moet het gewoon ook laten gaan. Hè? En het Living Lab natuurlijk, Civil Landbouw heeft nu een nieuwe slogan, roeg is het naaien mooi. Mm-hmm. In feite zeggen ze daarmee van, je moet ook gewoon een beetje laten verwilderen. En we hebben als mensen ook wel de neiging om alles mooi en vlak en strak te hebben. Dus dat is ook een stukje bewustzijn. Maar hebben jullie daar ideeën bij van hoe je zo'n mindset kunt veranderen? En dat je niet alles meteen maar moet aanharken, maar ook even moet laten gebeuren? Ik denk dat het gewoon enorm belangrijk is dat mensen tussen de oren krijgen van wat is biodiversiteit en hoe werkt dat? En vanuit soorten gaan denken. En dan is inderdaad het belangrijk dat je niet alleen maar meer van hetzelfde aanlegt, maar dat vooral variatie op een kleine schaal heel belangrijk is. En dat je dus zorgt voor overgangen. Dus niet alleen een berm, maar een overgang van een berm naar een naastgelegen bos. Of een overgang van een berm naar een sloot. Of... Dus als je zeg maar een gebied hebt wat verwilderd is, hè, rommelig is. Dat heeft ook een functie. En dat, dat ook, ja, dat er een zeker verhaal bij, ja, bij dat, komt. Maar dat is, daarin mist communicatie en bewustwording soms.
In mijn omgeving, daar worden de bermen ook anders gemaaid. En sommigen denken, het is een bezuiniging van de gemeente of het is rommelig. Ja, maar het is bewust beleid, maar blijkbaar zijn de burgers niet daarvan op de hoogte. Dus denk ik, neem burgers daarin mee, ja. dat ergens over gaat. En dan wordt het ook anders gewaardeerd. Ik had nog een laatste vraag aan jou, vrouwtje, met de oproep van dat we misschien meer naar regels moeten gaan. Hetty Jansen vraagt zich af, dat opschalen naar minder vrijblijvendheid. Heb je daar concrete ideeën bij? Hoe zou dat uitwerken? Ja, mijn concrete idee is toch wel, zoals we het ook hebben georganiseerd met verhardingen en waterberging. Ik kan me heel goed voorstellen dat bij grote projecten, dat daar een afspraak over gemaakt wordt van hoe richt je een gebied in. En we hebben nu de laatste jaren natuurlijk hele grote infrastructurele projecten gehad. Zulke zullen we niet direct weer hebben in Friesland. Maar ook daar zie je dat er toch aandacht is geweest voor wat wordt daar ingezaaid. Als je bij de Haak van Leeuwarden bent in bepaalde seizoenen, dan bloeit het uitbundig. En het kost niks. Je hoeft zelfs minder vaak te maaien. En het is een kleine moeite, maar het zijn wel hele grote oppervlaktes. Maar kun je dat dan ook vastleggen? Want dat blijft nog wel van de goedwillendheid van de betreffende gemeente. Nou ja, dat kun je het vastleggen. De vraag is van Hetty. Dat is een politieke keuze. Dus ik denk, en jouw stelling is, het kan. Als je het wilt, kun je het ook gewoon vastleggen. En kun je het ook in verordeningen of in omgevingsplannen plannen, dan kun je dat ook afspreken. Ja, nou, interessant. Is het ook iets misschien voor de verdere uitwerking? In ieder geval voor de politieke discussie. En dat is even een overstap naar de gedeputeerden. Ik heb jou gevraagd, gedeputeerde Hoogeland, om te reflecteren op het onderzoek. Maar ik krijg natuurlijk ook wat vragen binnen. Dus ik ga daar eerst even bij stilstaan. En het gaat toch vaak over landbouw en over de grutto. Het wordt ook een vraag gesteld van wat kan ik als particulier doen om de grutto te behouden. Wat gezegd van door Ronald Stegink, grutto heeft vooral moerassige, excessief bewijde weilanden nodig. Kan daar een burger ook iets mee doen? Want je komt toch op grondeigenaar en op bij de landbouw terecht. Ja, een burger die in zijn woning woont en dan direct wat aan grutto beheert te doen, dat zal lastig zijn. Wellicht is het wel heel goed mogelijk om in ieder geval in het beheer en toezicht zich aan te sluiten bij een vogelwacht. Ik denk dat daar een hele mooie link ligt, want dan kunnen ze het ook meedragen op het boerenerf. En kunnen ze ook die ontwikkeling van de grutto daarin volgen. En dat is voor een burger, net zo goed als voor een boer, is dat ook mooi om te zien of er wel geen resultaat is en dat je daar samen aan kan werken. Dus daar zou ik meer de rol van de burger willen zien. Want of ze moeten een groot stuk grond adopteren, dat kan natuurlijk ook altijd nog. Ik bedoel, dat is nu even aan de orde bij Murk-Nijdam. Daar zou je dus een hectare of een vierkante meter aan kunnen kopen. En dat zou een rol voor de burger kunnen zijn. Ja. In de directe omgeving van zijn woning kan dat niet. Het is wel heel interessant dat er nu dat soort initiatieven komen. Dat mensen dus kunnen investeren en grond kunnen adopteren. En volgens mij zijn er nog veel meer voor dat soort projecten in opkomst. Er wordt ook de vraag gesteld, hoe kun je de landbouw meer betrekken bij dit thema, biodiversiteit? En er werd ook gezegd, dat is mooi. Hè? Dat is al een deel van het antwoord, denk ik ook. Van als je aanspreekt bijvoorbeeld op zaken als bodem. Dus er zijn boeren die zich hebben gemeld hierbij. Maar wat is de visie van de provincie daarop? Nou ja, of de provincie daar nou echt een hele grote visie op heeft, dat weet ik niet zo direct. Wij achten het van belang dat biodiversiteit zich ontwikkelt. En dan even de directe relatie met de boer. Ik denk dat wij er bijna wel van uit mogen gaan dat het in ieder geval een onderdeel wordt van de marketing. Ik heb daar ook verschillende signalen al van gehoord. Van ja, melk is melk, maar er moet ook een verhaal achter zitten. En ik denk dat daar, dat moeten we niet veronachtzamen. Ook zeker niet als een exporterend land. Dat wij, en dat zullen we ongetwijfeld blijven, maar dat we daar ook dat verhaal bij verkopen. En ik denk dat dat markttechnisch gezien ook zeker een rol gaat spelen. En daar zit het ook het belang bij de boer om te kijken van, en hoe maak ik dat inpasbaar in mijn bedrijf? Ja, en dat de consument dan ook uiteindelijk wat te kiezen heeft. En dat product in het schap, dat onderscheidend vermogen rond biodiversiteit of weidevogel, dat heb je in feite al met weidewilde.
Dat is in ieder geval een interessante ontwikkeling. En, maar dan kom ik ook even bij de vraag van Hetty Jansen, hè, over de rol van de overheid als het gaat om het opleggen en via wet en regelgeving. Ja. Kijk, Hetty Jansen die ken ik natuurlijk heel goed, maar ik twijfel daar een beetje over, of je dat wel zou moeten doen. Als je ziet wat er nu al van initiatieven zijn, die zijn allemaal vrijwillig, zijn die ontstaan en wordt eraan gewerkt om die ook op te pakken. En moet je dat nou in wet en regelgeving verankeren? Dat weet ik nog zo net niet, maar je moet hem ook koppelen aan de bewustwording waar je mee bezig bent, het kennisinstituut en dat soort dingen, van dat je zegt van, hey, wacht even, daar is de nadruk daarop leggen dat het van belang is, dat het belang is van iedereen. Ik denk ook dat we nou in een tijd leven met corona, heeft twee dingen. Mensen kunnen niet bij elkaar komen, dat is dan wat lastiger om hun initiatieven uit te werken, maar tegelijkertijd geeft het ook een heel duidelijk beeld van het belang van je eigen leefomgeving. Nou, daar past dit heel erg goed in om daar ook mee aan de slag te gaan. En ik heb, mijn vermoeden zegt dat besef wel gegroeid is de afgelopen half jaar. Ja, dat is mooi. En ik denk dat jullie als overheden daar ook een rol in hebben om dat ook uit te dragen, ook naar andere, naar bijvoorbeeld de gemeente toe. Nou ja, dat misschien even, dat vind ik wel een heel mooi, wat er ook gezegd wordt bij de inleiders van over de rol van gemeente en waterschap. Het is ook in het nieuwe denken, als het gaat over de politieke vernieuwing en de samenwerkingen, is dat natuurlijk ook al heel belangrijk dat we die connecties ook al hebben. We zien het in de Veenweide, dat is een hele strakke en een behoorlijke intensieve samenwerking met waterschap en 8 gemeenten. Nou, dat zal meer en meer toenemen. Nou, spannend als ook zo'n soort samenwerking ook rond het thema biodiversiteit opkomt. Nou, aan jou het bijna laatste woord. Dus je hebt even tijd om te reflecteren op wat er nu gepresenteerd is. En daarna geef ik nog even kort het woord aan de projectleider van het biodiversiteitsherstelprogramma. Zij gaat nog even wat vertellen hoe het vervolg eruit komt te zien. Ja. Dus. Nou, daar is de camera. Ja, nou, ik heb met genoegen natuurlijk gekeken. Ik had hem ook al even toegestuurd gekregen naar de presentatie. Maar wat van belang daar is, en dat hebben Kening en de Friese Milieufederatie heel goed gedaan, met vrouwtje als projectleider, om te kijken van wat leeft er nu allemaal in Friesland. Ik denk dat dat een hele waardevolle inventarisatie is waar we heel veel mee kunnen. Ik denk dat Altenburg-Wimmer dat heel goed heeft weergegeven van waar ligt het nu en waar kunnen we verder mee. En dan zie ik al die vraagtekentjes, de rode vraagtekentjes, waar nog echt wat moet gebeuren. Nou, we hebben ook het project gesteund van Van Haal Instituut met Arjen Strijkstra om te kijken van hoe kunnen we nou het kaartmateriaal gebruiken om juist ook die witte gebieden te zien, zeg maar. En hoe kunnen we die verbindingen dan maken? Dus ik denk dat dat heel wezenlijk is. En wat het allerbelangrijkste is, en ik denk dat dat niet genoeg gezegd kan worden, is dat het niet alleen om er wat boven de grond, maar wat ook onder de grond en wat er in het water is, en de lucht ook, hè, niet te vergeten, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, alles wat erop groeit en bloeit, dat de basis is van het totale biodiversiteitssysteem. En ik denk dat we daar ook veel meer van uit moeten gaan. Nou, dat heb ik ook al gezegd in mijn inleidend woordje, dat bijvoorbeeld met kaderrichtlijn water daar erg veel rekening mee wordt gehouden. Dus als ik even hierop mag reflecteren, dan zou ik zeggen, een hele mooie basis om juist ook de nota waar we mee bezig zijn voor volgend jaar, om daar ook dit hierbij te gebruiken. En dan zullen we ook vragen als expertisecentrum, dat soort dingen zullen we hierin verwerken. Dus ik ben blij met deze inventarisatie. Dank u wel, Douwe Hoogland. Mooi, degene die zich mee bezig hebben gehouden, die kunnen dat in hun zak steken. Dus ook complimenten. Maar goed, we sluiten nu even wat af, maar we gaan nu verder. En Douwe, je gaf net ook al wat aan. En ik zou graag Etienke Bakker, de projectleider van de provincie Friesland, daarover het woord willen geven. Ja. Etienke. Ja, dank u wel. Ja, want waar hoorde dit nou bij? Bij welk traject? Wat is eigenlijk de stap die we aan het zetten zijn? Dat is de stap naar een gezamenlijke agenda voor biodiversiteit. En het mooie is, wat al opgeroepen is, het waterschap, gemeenten, natuurorganisaties. We hebben elkaar eigenlijk al gevonden bij het maken van deze agenda. We zijn dat samen aan het doen.
En wat we dus onszelf afvragen is van nou, hoe krijgen we nou deze aanbevelingen en deze conclusies over wat er in Friesland gebeurt en wat er nog beter kan. Hoe krijgen we dat nou in een documentje waar staat, dit gaan we doen. Dit is onze agenda, de komende 4 jaar gaan we, het waterschap gaat dit doen, de treinbeheerders gaan dat doen, de provincie gaat dat doen. Dat is eigenlijk wat we willen hebben, een goede agenda. En wat we eigenlijk eerst willen doen, is wat eigenlijk al gezegd wordt. Hoe zou je dat nou kunnen doen? Wat zouden dan de actiepunten kunnen zijn? Dat wil je eigenlijk met elkaar bespreken. Je wilt eigenlijk verdiepen van hoe kunnen we nou samen aan de slag? En daar hebben we een aantal bijeenkomstenplanning in de komende paar maanden. Daar hebben we ook een overzichtje van, dat we ook nog even erbij hebben als het mag. En razendsnel een review van wat er allemaal... Even snel kijken, ja... Net iets te ver. Ik hoop dat u dit kunt lezen. Wat we dus willen is kijken wat we gaan doen, aan de slag. Wat u ook gehoord hebt is dat er een paar onderwerpen in zitten die echt inderdaad meer aandacht vragen. En de eerste daarin is dat we graag een bijeenkomst willen organiseren met betrokkenen waar het onderwerp kennis, educatie, draagvlak, bewustwording centraal staat. En als je daarover nadenkt, dan heeft het eigenlijk met vraag en aanbod te maken. Degene die met een initiatief bezig is wil graag weten van waar kan ik nou het beste bij aansluiten? Wat zijn dan hier die bijzondere landschapselementen? Voor welke soorten kan ik eigenlijk wat doen? Want die soorten, dat wordt ook een oproep. Je kunt daar ook keuze in maken. Van, laten wij nou eens ons best doen voor die en die soort. En er zijn een hele lijst met soorten in Friesland die het niet zo goed mee gaat. Die zijn bedreigd, die staan op rode lijsten. Nou, daar kunnen we natuurlijk best wat voor aanreiken vanuit die kennisclubs. Van als je nou dit of dat doet in die en die omgeving, dan help je die soorten. Dus dat is het eerste waar we met elkaar over willen nadenken. Van wat is er nou nodig, of zo'n platform of een website. Wat is er nou nodig om die vragen en dat aanbod op het gebied van die kennis bij elkaar te brengen. En wat voor educatie heb je daar dan voor nodig? Wat moet je dan aan bewustwording doen? Het tweede onderwerp is dat netwerken bouwen. Dat is eigenlijk ook een grote oproep van we zien dat er heel veel aanleiding is om in Friesland een heel fijnmazig net van initiatieven aan elkaar te knopen. Maar dat kan beter, want soorten hebben gewoon die verbinding nodig. We hebben dat in 2 onderwerpen geknipt. We hebben gezegd van we willen eigenlijk een gesprek met particuliere initiatieven, met agrarische collectieven, met natuurterreinbeheerders, van hoe kunnen we onze initiatieven aan elkaar verbinden. Maar ook dus die initiatief aan elkaar koppelen, waar ook al wel aanzetten voor zijn in de inventarisatie. Maar hoe kunnen we nou ook zorgen dat nou die bij van A naar B kan? Dat insectennetwerk wat in kaart is gebracht, waar ook witte vlekken zijn. Van waar moet je dan langs? Wat is nou de praktische, de meest effectieve manier om dat beest naar zijn zin te maken? Nou, bij die netwerken bouwen zien wij onszelf als overheden ook als een belangrijke speler. En als je daar een kaart van zou maken van Friesland op de schaal die je net hebt gezien, zou het allemaal lijntjes zijn. Want je hebt rijkswegen, je hebt spoorwegen, je hebt waterwegen, je hebt sloten, je hebt provinciale wegen, gemeentelijke wegen. Dat zijn eigenlijk allemaal kansen om aan dat netwerk te werken. En ik denk, dat is denk ik ook gezien in die enquête, dat er gemeenten zijn die daar al heel voortvarend en ook modern mee aan de slag gaan. Een maaimachine met een GPS aan boord van hier moet je om die bloem heen. Op dat niveau zijn er voorbeelden. Maar daar kunnen we natuurlijk heel veel van elkaar leren. Dus daar willen we eigenlijk met elkaar naast elkaar zeggen, hoe kunnen wij dat netwerk als overheden versterken? Is dat misschien niet een mooie... Een mooi beeld wat we met elkaar kunnen vaststellen, een kaart van Friesland. Dit gaan wij verbeteren. Nou, het onderwerp wat inderdaad aan de bodem van de biodiversiteit ligt, is ook de link naar de landbouwtransitie, waterkwaliteit, bodem, bestrijdingsmiddelen. Dat komt steeds terug en dat is eigenlijk vanuit de biodiversiteit ook een beetje de link naar onze andere beleidsopgaves. Dus in de gemeente heb je dat ook. Je moet naar de andere partners ook kijken om te zien hoe je daar nou... Als vanuit die biodiversiteit heel precies kunt worden van dit willen we nou graag. Als je het nou zo doet, dan krijgen we echt een winstpunt. En dat is nu nog een te veel een containerbegrip. We hebben het idee dat daar door dat goed met elkaar af te spreken ook veel meer helderheid over kan komen. En dan tenslotte willen we met elkaar in gesprek met groene organisaties, gemeenten, waterschap, provincie. Van hoe gaan we nou aan de slag? Want er
wordt vanuit de groene organisaties gezegd van kijk dan inderdaad vooral in welk landschapstype ben je. Begin daar een proces. Maar wij hebben natuurlijk al een heel aantal gebiedsprocessen lopen. En dat is denk ik een beetje de uitdaging van hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij de dat aan de slag gaan met die agenda biodiversiteit, dat we daarin aansluiten op de zaken die er gebeuren. Dus dat zijn een vijftal thema's waar we in de komende 2 maanden een verdieping in willen doen. En ik denk als er mensen zijn die nu luisteren en denken van oh, er is wel iets waarvan ik denk daar kan ik een bijdrage aan leveren, dan kan dat gewoon gemeld worden in de chat. Dan kunnen we daar die betrokkenheid bij proberen te organiseren. De vorm van alle sessies, dat is nog een beetje een kwestie van uitwerken. Maar dit zijn uit de onderwerpen die we gehoord hebben uit inventarisatie, waarvan we zeggen van dat willen we met elkaar in kaart brengen. Wat gaan we doen? En ook een rolverdeling tussen gemeente, waterschap, organisaties. En een deel daarvan komt dan in ons provinciale agenda terecht. En dan kan de Staten zeggen, dat gaan we doen. Hey, Tienke, dankjewel. Nou, we zijn tot het einde gekomen. En dan is het ook goed te horen dat het hier niet stopt. Hè. Dit is een eerste stap. We constateren in het begin dat het met de biodiversiteit niet goed gesteld is. Dat de signalen op rood staan. Maar aan de andere kant de bewustwording, politieke bewustwording, maar ook de bewustwording in Friesland, bij de Mierskip, van onderaf, die is heel hoog. En ik denk dat het vooral zaak is de komende tijd om die energie die erin zit ook te gaan gebruiken. En ik zeg ook altijd van, we moeten niet alleen meedoen, maar we moeten het ook doen. Het laten zien en daar ook over communiceren. Nou, ik hoop dat u dit informatief vond en leuk vond. Als u dat vond, dan horen we dat ook graag. Suggesties, opmerkingen, vragen kunt u inderdaad via de chat nog doorgeven. En we zijn nu weer volop bezig met de volgende GroenLunch. Die zal ergens in november zijn. En ik hoop u dan daar weer te zien en te spreken. Hartelijk dank voor uw interesse en ook heel erg dank voor alle sprekers en inleiders. Tot de volgende keer.